Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. In deze aflevering gaan we de 6e gym verslaan en daarna ga ik heel even backtracken, want dan hebben we Fly. En dan kunnen we namelijk een Pokémon aan ons team toevoegen. Die zal wel heel veel XP nog nodig hebben, maar dat is wel wat we gaan doen. Laten we eerst gewoon eens de 6e gym gaan proberen te verslaan. Moet ik nog healen? Dat is de grote vraag natuurlijk. Ik hoef niet te healen. Oké, nice. We moeten nu natuurlijk tegen vliegende Pokémon. Tenminste, daar gaan we even vanuit dat dit nog steeds een Flying-type gym is. We moeten eerst maar eens even binnenkijken. Dat kan je hier nog niet zo heel erg aan zien, hè? Oh. Ja, we zijn wel van de Double Battles. Dan is het misschien wel handig dat ik die even switch. Zo. En we weten natuurlijk nog niet wat er in het ei zit. Daar ben ik natuurlijk ook nog wel benieuwd naar. Maar ik denk niet dat we daar zo snel gaan tegenkomen. Of gaan achterkomen, bedoel ik eigenlijk. Oké. We moeten tegen Birdkeeper Jared en Picnicker Ashley. En zij hebben een Doduo en een Swablu. Dat ziet er wel erg vliegtype uit, hè? Ik denk dat ik even af wil houden... Even wil wachten met de Thunderclaps, die Overcharge. Want ik denk dat we die nog best wel kunnen gebruiken tegen de gym leader straks. Dan hoef ik niet helemaal te gaan healen. Tropius, oké. En de Swablu is ook dood, nice. Goeie oogst voor de eerste ronde, nice. Tentacrullen van 49. Altaria, oké. Poison Jab en... Psybeam. Oké. En gepoisoned, heel nice. Oké. Oeh, Dragon Dance. Maar als het goed is, kunnen we hem al killen voordat het gevaarlijk wordt. Oeh, een Synthesis. Daar ben ik wat minder blij mee. Poison Jab en nog een keer Psybeam. Oké. De Tropius is dood. De bananen die eraan hangen ook. Oeh, daar heb je onze Skarmory. Nog een Dragon Dance, dit wordt al gevaarlijk. Maar de Altaria is nu al dood, dus dat is mooi. En hebben we geen last van de Dragon Dance. Swablu. Surf natuurlijk. En... Oh, blijf gewoon op website in. Moet nog tegenvallen dat het zo weinig damage doet. Blaze Kick, nou dat doet ook weinig damage. Dus Swablu zou nu wel dood zijn. Ja. Nice. Karma level 45, altijd nice. Flare Blitz. Moeten we wel even kijken. Flare Blitz is 120, 100 accuracy, maar dan krijg je wel recoil. Blaze Kick is 85 en 95 accuracy. Met een high graphical hit ratio. Deze is 40. Alleen de standard burn. Ik denk dat we hem gewoon niet gaan leren. We kunnen altijd nog terug. Een aantal afleveringen geleden kwamen we nog een move we learned tegen. Als je hard skills had. Maar hard skills hebben we gefarmd in de underground natuurlijk. Of in ieder geval in dat mining gebied.
Oh, Loose Mod is op level 60. Holy shit. En Picnicker Ashley is gone. Oké. Nog een dubbel battle. Oké. Eduardo. En Dodbo. Wacht. Het is zonde om dat te gebruiken nu. Ja, dat was ik er bang voor. Ook net te weinig. Oké, de Pelipper is dood. Waarschijnlijk door die crit, die zal wel gematterd hebben. Satu. Oké. Oké. Dodo is weer een crit. Ik crit wel veel, dat is fijn, dat is fijn. Alleen, ja, trouwens ook wel op momenten dat ik denk dat ik het nodig heb gehad, dus. Nog een bad eend. Future Sight, oké. Ja. Zomaar. Satu zal wel dood zijn. Zo. Tentacruel level 50. Fijn. Nice. Oké. Oh, dat waren ze al. Oké, nice. Ah, kut. Laten we eens met geen vechten, want die moeten we bevochten hebben. Even kijken, we gaan vechten tegen een Tropius. Poison jabbing. Nice. En hij is gepoisoned. Fijn. Dat doet veel damage. Ja. Oké, de Tropius is dood. Rionicus level 57, Hots of Lots, Skarmie level 46. Zo. Oh. Dan pakken we heel nog snel nog even een Super Potion. Die Super Potion die geven we aan Tentacruel. Zo. Oh, we hebben er nog wel eentje voor lopen. Zo. Daar komt ie. Namelijk Winona. We beginnen met de Pelipper. Kijk, die kunnen we in ieder geval one hit killen. Dat was Pelipper.
Level 61 loose mod, nice. Tropies. Ah, dat is jammer. Kom op alsjeblieft. Hit. Ah, oh, twee keer geparalyzed achter elkaar. Ja, dan ben ik dood. Kut, sorry. Oké. Okay. Weg. Dan komt nu Aerodactyl. Oh, dat had ik al een water Pokémon kunnen gebruiken. Hij is Rock Flying. Even kijken of ik iets met Magical Leaf kan doen. Stone Surge? Ja, dat ken ik niet. Oh, net niet. Nou. Oké. Okay. De Aerodactyl is ook weg. Dan hebben we nog twee Pokémon te gaan. Vooralsnog even afkloppen, gaat het makkelijker dan de Norman. Arfie Malarkey. Ik heb opgezocht wat hij was. Hij is Flying Fighting. Oeh, hij is sneller. Kut, sorry. Ja, dat doet veel damage. Kut. Oh, de Dodrio, die heeft wel een andere type dan normaal. Die is echt vet overigens. Oh, ik heb hem gewoon net. Nice. Dat was Winona. Winona Ryder, om precies te zijn. Winona is gedefeat. Lekker voorder. Never before I have seen a trainer come out Pokémon with more grace than I. Ik ben ook gewoon de Pokémon Master, Winona. Snap dat dan? TM40. Oeh, brave vogel. Of dappere vogel, maar ik vind het een brave vogel. Oké. Okay. Wat we nu gaan doen is, we gaan back. Oeh, loose mof gaan we, gaat hem leren. Voor faint attack. Oké. Okay. We gaan naar de Pokémon. Dan gaan we naar loose mof en dan flyen we. Hier naartoe. Gaan we even recruiten. Maar eerst even healen. Nice. Oké, nieuwe Pokémon. Wacht even.
Nieuwe Pokémon aanwinst, hier kom ik. Route 114, hier zou je hem moeten kunnen vangen. Zou dit er meteen zijn? Nee, want dit is een spa-blauw, zoals Nando dat zou zeggen. Misschien is het buiten het veld handig als ik wel gewoon loop en dan dit versnel. Want we willen eigenlijk gewoon alleen die encounter hebben natuurlijk. Dat is een Zangoose. Kom op. Daar hebben we ook nu zo'n Pokédex ding voor, toch? Kijk, die vraagteken die je daar ziet, dat is de Pokémon die we zoeken. Je moet goed door blijven zoeken. Viper. Dat is toch ook niet de Pokémon die hier staat, toch? Nee. Ik hoop dat jullie het niet vervelend vinden dat we aan het speeden zijn, maar anders wordt het een hele saaie aflevering. Ja, je kan wel zien dat het een rare spawn is. Het moet een ander knopje zijn. Ik ga heel snel het knopje in de aflevering stiekem gewoon aanpassen. Speed doen we die knop. Oké. Dat werkt makkelijker. Dit werkt makkelijker. Oké, we zijn op zoek naar onze nieuwe aanwinst. Maar dat is dus de rare encounter in deze bosjes. Okay. Sinjo Bingon, willen wij een coole Pokémon? Die Pokémon is er nog steeds niet. Wat een bitch. Waarom dit? Waarom bitch dit? Ik ga nog eerder de shiny tegenkomen op deze manier. Nee. Of de egg uitbroeden, dat kan ook nog. Voor de muziek is het ook erg leuk en ik zeg natuurlijk ook niet zoveel, dus ik moet even vol praten. Oh, het is denk ik een 1% encounter, want het duurt heel lang voordat ik die een beetje gevonden heb. Ik hoop dat het vangen iets makkelijker wordt straks. Dat ik heb verslagen. Dat was niet mijn bedoeling. Nee. Je begint toch ook altijd in jezelf te twijfelen, zeg maar. Maar ja. Kan toch niet anders dat hij hier gewoon moet zitten.
Kom op, Poppy. Oh man. Kom nu naar Peppa toe. Twee zwaardbloes. Twee woeps. Kom weer met die 1% encounter. Die shiny gaat echt eerder gebeuren dan, dan die encounter, dat is niet te geloven. Daar is hij! Tangela! Kabooming! Hehe! Dat duurde even. Ik heb nog genoeg pokeballs. Ik ga wel even de speedbutton weer van die knop afhalen. Pokeball nu! Nice, we hebben hem al. We hebben een Tangela. Heel ziek. Tangela, de Bramble Pokémon. Hebben we een nickname voor de wilde Tangela? Nee, maar we hebben wel een goede nieuwe teammember. Kijk eens aan. Fighting type Tangela. Daar zijn we erg blij mee. Barbed Nest. Health contact. Flammable. Oké, waarschijnlijk als ik door een vuurtype geraakt word, dan doet het dubbel damage. Alleen contact moves minder. Ik denk dat ik het, als ik het goed snap, is dat het. Oké, nou dan vliegen we weer helemaal hier naartoe. We hebben toch onze Pokémon even gefixt. En eigenlijk moeten we hem ook nog heel eventjes leveltjes zien te geven. Oh shit, nu druk ik ongeluk op versnelkoop. Dat moet geen automatisme worden. Oké, gaan we over de four trees. Oké. Eigenlijk moeten we die pokeball hier nog even pakken. Oh, we moeten ook weer gaan vechten. Nou, mooi. Kijk hier, level 30. Zo. Oh, hij leeft op 1 HP. Surf me. Level 62, nice. Lewis Mob. Oké. Een Dawnstone, oké, interessant. En hier is als het goed is ook een caveje. Even kijken wat hierin zit. Scorch Slab. Oeh, Flamethrower, oké. Flamethrower is nooit vervelend om te hebben. Kom maar vechten. Oh, het regent weer nu. Zo sad. Oké, wat heeft hij? Hij heeft vast vliegende Pokémon's. Ja hoor, een Pelipper. Level 41. Ik heb een Tentacruel. Een Tentacruel die bliksemige aanval kunnen. Kan.
ken. Nice. Kijk, Tengla is alweer level 26. Een Satu. Nou, blijf mijn tent cool. Hopen dat hij zijn bliksem aan van mag doen. Oeh, Future Sight. Ja, ik mag mijn aanval doen. Nou, Satu ook dood. Nice. Uniclus leveltje up. Fijn om weer een nieuwe teammember te hebben. Nou, dan moeten we dit stuk gaan doen. Maar dit stuk doen we de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ben je blij met een nieuwe teammember? Doe ook een duimpje omhoog. Dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.